In de recente podcast van Mark-Marie Huibrechts met Isa Hoes heeft de cabaretier opnieuw zijn scherpe tong laten spreken, ditmaal gericht op de onverwachte samenwerking tussen Gordon en Glennis Grace. De twee zangers presenteerden gezamenlijk een liedje tijdens Gordon's albumlancering, wat niet onopgemerkt bleef bij Mark-Marie. Met een vleugje sarcasme merkte de cabaretier op dat het heerlijk is dat mensen zoals Gordon en Glennis elkaar zo opzoeken. Hij lijkt te suggereren dat soort zoekt soort in de muzikale comeback van Gordon met Glennis Grace. Een uitspraak die paast in de lijn van eerdere negatieve opmerkingen van Mark Marie over Gordon, waaronder een recente uiting waarin hij zelfs letterlijk kokhalsde bij de naam van de zanger. De ironie van de situatie ontgaat niet aan de luisteraars, aangezien Mark Marie eerder zijn bedenkingen uitte over de persoonlijkheid van Gordon. Nu lijkt hij te insinueren dat Glenis Grace, net als Anouk, een meer vechtersachtige persoonlijkheid heeft, wat impliceert dat zij beter paast bij Gordon. De kritiek lijkt echter niet enkel vanuit Mark Marie te komen. Evert Santegoeds werpt in zijn podcast op dat Glennis Grace presidimium technisch niet erg slim handelt door op dezelfde dag als het duet met Gordon haar eigen single uit te brengen. Het lijkt erop dat de samenwerking tussen Gordon en Glennis Grace niet alleen muzikale opschudding veroorzaakt, maar ook discussies over imago en slimme beslissingen oproept. Ondanks de kritiek van buitenaf is Glennis Grace trots op haar samenwerking met Gordon, waarbij ze hem beschrijft als een vaderlijk figuur. De dynamiek tussen Gordon en Glennis lijkt dus niet enkel muzikaal, maar ook persoonlijk te zijn, wat de nieuwsgierigheid van het publiek alleen maar verder aanwakkert. In de wereld van entertainment blijven verrassingen en intriges blijkbaar onlosmakelijk verbonden met de schijnbaar harmonieuze noten van een duet.